ben Majo Jongeneel. Ik ben onderzoeker bij de GGD West-Brabant en als science practitioner verbonden aan Transo. En ik zal in de komende 10 minuten een beeld schetsen van de omvang van de groep personen met verward gedrag in de regio West-Brabant. En ook van de achterliggende problemen die daarachter zitten. En de context waarin die problemen zich openbaren. En dat zal ik doen aan de hand van de regionale pilots monitor personen met verward gedrag. En daar zal ik eerst even iets meer over vertellen, zodat jullie een klein beetje een context ook van het project hebben. De regionale pilots monitor personen met verward gedrag is uitgevoerd in de regio West-Brabant en de regio Utrecht. Ons doel was eigenlijk om te kijken of we vanuit bestaande databronnen een kwantitatieve monitor konden ontwikkelen. En een van de onderzoeksvragen die wij hadden was: wat is het voorkomen in aard en omvang van personen met verward gedrag in die twee regio's? Nou, het werd net al even aangeduid, verward gedrag is een heel breed begrip. Waar hebben we het dan eigenlijk over? De definitie was net ook al in beeld in de andere presentatie. En het werd ook al even genoemd. Het schakelteam heeft daar ook een definitie voor gemaakt. En die hebben we ook meegenomen in deze pilot als uitgangspunt. Nou, we hebben in een selectie van databronnen analyses gedaan. Voor de regio West-Brabant waren dat 5 databronnen die we betrokken hebben. U ziet ze hier in beeld. Ongetwijfeld zult u de GGZ missen in dit rijtje. Dat is een veel voorkomende vraag als ik dit laat zien. En die partij is meegenomen in de pilotregio van Utrecht. Ik denk dat hier ziet u de databronnen en de operationalisatie. Ik zal even toelichten wat de RAF is, de regionale ambulancevoorziening. En daarbij hebben we gekeken naar de spoedritten met werkdiagnose psychiatrie. Nou ja, de politie werd net ook al veelvuldig genoemd met de E33 meldingen. Overlast door verward of overspannen persoon. En we hebben ook meegenomen de E14 meldingen poging tot zelfdoding. We hebben meegenomen de meldingen bij ons GGD-meldpunt zorg en overlast. Daarnaast ook de lastgevingen tot inbewaringstelling. Dat zijn de spoedmaatregelen voor gedwongen opname. Tegenwoordig heet dat wetverplichte GGZ. En we hebben gekeken naar de inschakelingen van de crisisdienst van het maatschappelijk werk. Nou, dan de resultaten die we hebben gevonden. Er was veelvuldig in het nieuws het aantal meldingen bij de politie. En in deze pilot hebben we eigenlijk voor het eerst gekeken hoeveel personen, of unieke personen, aan die registraties verbonden zijn. En dat hebben we bij alle databronnen gedaan. De laatste in de rij, de crisisdienst maatschappelijk werk, daar konden we die personen niet uit afleiden. Vandaar dat u daar geen geel balkje onderaan ziet. Maar in alle bronnen was duidelijk dat het aantal meldingen hoger is dan het aantal personen. En ook heel duidelijk te zien dat dat met name geldt in de politieregistratie. In die registratie bleek dat eigenlijk een klein deel, of relatief klein deel van de personen voor een groot deel van de meldingen verantwoordelijk is. Dus hieruit haalden we wel dat rapporteren alleen maar op basis van registraties wel echt een overschatting geeft van het aantal personen die daar aan gerelateerd zijn. Nou, het werd net al even genoemd, wat zit er dan achter? Of ik hoorde net dementie is het vaak. Wat wij zagen dat het in die registraties was dat het echt veelal multiproblematiek is. Op verschillende domeinen. En daarin zagen we vooral financiële moeilijkheden, huiselijk geweld, paniek, angst,
Ik zal die laatste eventjes toelichten, de niet-affectieve psychotische stoornissen. Of zeg ik dat goed? Dan moet u denken aan waanstoornissen of kortdurende psychose. En ik wil wel even benadrukken, dit gaat dan echt om de databronnen die we hebben meegenomen. Er zijn zoveel bronnen die iets met verward gedrag te maken hebben. Dus het gaat hier nadrukkelijk over de bronnen die we hebben bekeken. Dan konden we bij de politiemeldingen analyseren wat nu de belangrijkste risico's waren bij die meldingen. En dan zagen we dat bij ruim een derde van de meldingen het met name risico voor de persoon zelf. Dus de persoon met het verwarde gedrag die loopt in een groot deel van de gevallen zelf gevaar of risico. Bij een derde van de meldingen is er eigenlijk voornamelijk sprake van overlast, maar geen gevaar of risico. En in 18% van de meldingen bleek dat er wel risico of gevaar voor anderen bestond. En wat uiteraard opvallend is, is dat in 13% van de meldingen eigenlijk helemaal geen sprake was van overlast of gevaar. Bij de politiemelding konden we ook kijken van wat is dan de locatie van het incident, waar vindt het plaats. En dan zagen we dat bij iets meer dan de helft vindt het incident waarover dus een melding bij de politie wordt gemaakt plaats in de huiselijke sfeer. Iets minder dan de helft in de openbare ruimte. Op basis van tekstanalyse die we hebben gedaan op de meldingen die de politie ontvangt, hebben we echt een eerste verkenning gemaakt van subgroepen. Dus om te verkennen of we subgroepen konden onderscheiden in die meldingen. Omdat het een eerste verkenning is, hebben we daar ook geen cijfers aan vastgehangen. Dus vandaar dat ik alleen de subgroepen met u deel. En dan ziet u vooral in de onderste drie subgroepen, die spelen zich af in de wijk. En ik denk dat ik kon herkennen de casus van mijn collega's van de wijk GGD, die sluit denk ik heel mooi aan bij subgroep 4 en subgroep 5. Bij subgroep 4 gaat het om een langlopend burenconflict, overlast in de wijk. Dat zijn veelal langlopende zaken waar al heel veel meldingen over binnen zijn gekomen. Waarbij het soms ook wel lastig is om te bepalen wie nu eigenlijk wie overlast bezorgt. We vonden daar ook wel terug het stigma dat mensen kunnen hebben, hè, als de psychische kwetsbaarheid van iemand bekend is in de buurt, kan die ook heel erg onder vergrootglas liggen. De andere, de bekende wijkbewoner in dreigende crisis, daar herkende ik ook veel van in jullie casus. Vaak trekt dat heel veel aandacht in de wijk, veel gegil, dingen kapot maken. Echt de dreigende crisis loopt uit de hand. En tot slot de persoon in somberheid of depressiviteit, suicidaliteit. Ook veelal is dat een melding die gerelateerd is aan de woning in de wijk. Mensen die een strop zien hangen bij de buurman, bijvoorbeeld. Dat soort meldingen moet u dan aan denken. Concluderend, op basis van deze pilot. Het aantal registraties, dat is dus veel hoger dan het aantal unieke personen die daaraan gerelateerd zijn. Je kan eigenlijk echt niet spreken over de persoon. De persoon met verward gedrag bestaat eigenlijk niet. Je doet, om te spreken van een groep personen met verward gedrag, doet eigenlijk geen recht aan de ongelooflijke verscheidenheid aan problematiek die daaraan gerelateerd is. Dusdanig divers dat het, daarom is het ook een heel breed begrip, maar doet eigenlijk geen recht aan de problemen die er aan vasthangen. Veelal is het ook in de woning de uitingen van de problemen. En tot slot, ik was begonnen van welk doel hadden wij als pilot? Het monitoren op basis van bestaande databronnen. Nou, dat bleek gewoon heel complex te zijn. Niet alleen vanwege de AVG, die dat heel moeilijk maakt, maar ook dat brede begrip. Die brede definitie maakt dat het heel lastig is te operationaliseren in bestaande databronnen.
Dankjewel. Dat is de heel mooie binnen de tijd, dus ik zal blijven in het schema. Ik heb even naar de chats gekeken die ondertussen binnen zijn gekomen. Dat zijn discussiepunten en veel inhoudelijke vragen, maar geen verduidelijkende vragen. Dus je verhaal is duidelijk. Okay, dus de chats over dit onderwerp ook, die bewaren we tot na de discussie. Eén praktisch puntje dat er gevraagd werd of een sheets te krijgen. De sheets komen dus, de presentaties komen allemaal op de website van Transo te staan. Dus u hoeft niet mee te schrijven, u kunt het later allemaal gaan lezen. Misschien heb ik nog één toevoeging, want ik weet niet of ik de consortiumpartners heb genoemd. Oh, dat mag nog even. Ja, mag dat nog even, want dat wil ik wel even. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. Nee, we hebben dit project uitgevoerd binnen een consortium van 5 partijen. Dat was het RIVM, het Trimmels Instituut, de Praktijkindex, de GGD Regio Utrecht en de GGD West-Brabant. Dus we hebben dat in gezamenlijkheid met hen allen gedaan. Ja. Dank. Dat is even netjes, die toevoeging.